Wat we nu hebben afgesproken, we laten uiteindelijk het resultaat zien. Ik heb voorgenomen dat ik dan Fred ga spelen. Dan maken we het plaatje. Zoals wij gestaan, na afloop laten we dan wat we naspelen zien. Oh, ja, ja. En dan gaat Hans het zo mooi monteren, dat hij dan in omgekeerde volgorde laat hij ook de making of. Oké. Okay. Wacht even hoor. Zit mijn haar nog een beetje zo vroeger mee? Nou, heb ik, met het verbinden ben ik nooit zo goed in geweest. Moet wel even kijken welk oog het was. Ja, je rechteroog. De linkeroog volgens mij. Heb je volgens mij. Dus als je zo staat, was het dat oog, ja. Een beetje weinig, Theo. Je mag wel denken. Oh, dan wordt het dingetje zo erop en dan gaat dan dat andere overheen. Ja, en dan hier met. Met Leco. Ja, het hoeft niet. Je hebt echt, niet echt een. Dan moet je dat zelf even. Ja, oh, wacht even. Even vasthouden. Even kijken. Hoor. Een beetje... Oh, ja, dan... Oh, je dacht, je hebt er nog eentje nodig. Want dit doen ze eerst zo en dan gaat er iets overheen. Maar oh. Misschien blijft hij zelf wel zitten. Hij plakt niet. Oh. Want het is er misschien al een tijdje niet gebruikt. Wacht even. Film je al, Hans? Ja. Dit is de making of. Ja. Hij doet het. Hij plakt weer niet. Weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Ook denk ik. Het gedroogd. Nee, ik gebruik een bepaalde zalf. En die houdt mijn hoofd huid vet. Oh. Maar ik ben bang dat spul niet pakt op vet. Oh, nee, toch niet. Nee, hij is gewoon droog, joh. Het kleedt helemaal niet meer, het is gewoon totaal op. Heb je hier nog een andere? Ik dacht dat aan mijn huid lag, joh. Die is inderdaad vettig door je zalf die je gebruikt. Nee, dit... Maar ik ben niet alleen bang dat Fred de foto niet herkent, maar dat ons helemaal niet herkent. Hij heeft mij zo'n tijd niet gezien. Wie zit die oude zak met dat ding, met dat lampje voor zijn ogen? Nee, deze plakt wel wat beter. Dus hebben we hem... Zie je? Ja, oké. Ja, maar als het goed zo, joh. Nee, dat moet wel. Moet ik het zien? Ja, dat... En nog even vasthouden. Niet op mijn wenkbrauw vastmaken natuurlijk, hè. Want dan hebben we daar een hele komische film kunnen maken. Van iemand die probeert een paar trekpleisters van zijn gezicht af te trekken. Het moet wel snel zijn, Theo. Oh, nu. Ja. Ik ben nu al los te laten. Oh. Ben ik nog in beeld? Ja. Kijk, Fred staat dan. Even kijken. Aan die kant? Ja. Moet jij voor het gordijn gaan staan, dat is makkelijker. Dan heb je wel meer afstand. Hoe sta ik eigenlijk? Gewoon. Uit. Zo. Ik dacht dat Fred aan de andere kant stond. Vergis ik niet. Ja, en hij staat ook met zijn armen over elkaar. Je hebt gelijk. Dus, en hij heeft volgens mij deze arm pakt die beet. Zo. Kom je even die kant, dan kan jij ernaast. Heb je hem staan? Nee, andere hand, Theo, mis. Andere hand. Nee, dat... Nee, ja, zo is het goed. Zo, maar dan moet ik aan die kant staan. Nee. Staat het zo? Nee, het goed. Oh, toch. En Paul heeft die hand in zijn zak. Ja. En die andere heb je zo al een beetje gestrekt. Zo? Nee, zo. Ah, hoi. Ja. Nou, maar even kijken of je goed in beeld staat natuurlijk. En dan een beetje streng kijken. Even een foto van maken. Ja. Die is gedaan. Ja, en nou wordt het ding. Oh, dan zou ik hem nog even in beeld zetten, die foto natuurlijk, de originele. Ja, die moet nog even. Kijken of dat. Nou, ik doe het wel even zo, dan kan ik zelf zien hoe die. Nou, volgende gaat wat makkelijker. Nou, dat gaat niet echt lijken, hè? Jawel, hij is leuk. Oké, okay. Ja, ik ga hem weer staan. Ja, ik kom wel de benen. Of ga jij Fred spelen nu? Oh, dat vind ik ook goed. Ja, want alles... En dan neem je in plaats daarvan neem je deze... Hij is iets rechter, het dingetje. Je staat met je armen over elkaar. Oh, en hij is dichterbij deze trouwens ook. Ja, dan komen we iets dichterbij. Even kijken. Nou, ik zoek anders wel wat in. Ja, hij moet ietsje rechter, Paul, het beretje. Waar had je recht? Ja, maar kijk maar, hij staat vrij recht hoor. Oké. Oh, maar heeft Fred wel een kapje op dan hier? Oh ja. Heeft geen kapje op? Nee, heeft geen kapje. Nee, alleen de bril. Alleen de bril? Nee.
Nou ja, de... Even kijken hoor, en dan Paul staat daar en dan sta ik aan die andere kant. Hier staat rechts van mij. Kom maar. Staan we in beeld? Oh, ik weet wel zien. Ja, zo staat hij anders ook. Het kader is ongeveer zoiets, denk ik. Ja, en ik sta bijna buiten beeld, volgens de foto. Ja. En ik ben niet Biggles. Nee. Echt niet. En... Kan je hier dan een foto uit... Ja, die kan ik eens uitklikken. Oh, okay. Ja, dus dat is, Ben je niet bang dat Fred denkt dat we helemaal gek geworden zijn? Dat hij ontzettend blij is dat hij hier... Dat hij er niet bij is. Dat hij niet meer in Nederland woont. Ja, dus, die weet goed of snor, hè? Dat kan je gewoon... Dat is toch iets van een echte onderscheid. Ik ben benieuwd hoe ze dat op mijn werk vinden als ik maandag aankom. Oh, hier. Ja, inderdaad. Nee, andere. Oh, deze. Wat? Je hebt gelijk. Ja, het is zoals ik hem zie. Zou ik even kijken wat er misschien makkelijker. Alleen die hand, je linkerhand naar beneden. Die staat buiten beeld. Ja, die heeft hij zo voor zich, een beetje. Dan moet ik een beetje inzoomen dan. Ja. Wat hier nou vandaag ging, Fred, dat was dat jij toen zei van... Zag Gael, heb jij net zoals ik ook jarenlang op een zolderkamertje gewoond? En vervolgens stond je toen... de suggestie te geven dat je aan de pijp aan het lurken was. Helaas hebben we een pijp niet meer kunnen vinden, maar we hebben voor de rest alles zo natuurgetrouw mogelijk nagespeeld. Je hebt het gezien, of je gaat het nog zien, de snor van Paul. Is niet van echt onderscheiden geweest. Nou, we gaan op naar de volgende opdracht. Het is ons klap warm hoor. Dat denk ik ook wel, ja.